Mijn naam is Joni Kessink en ik ben finalist van Miss Teen Overijssel 2017. Hiervoor moet ik geld ophalen voor Stichting H-Wensen. En dat doe ik vanavond bij Dansschool Dwars. Ik hou een verkoop en een veiling met producten uit heel Haaksbergen. En ondernemers uit Haaksbergen hebben mij gesponsord en de opbrengst gaat volledig naar Stichting H-Wensen toe. Deze stichting die zorgt ervoor dat kinderen die ziek zijn en geen haar hebben, dat ze hier kosteloos een pruik kunnen krijgen. Heel veel ondernemers uit Haaksbergen hebben mij gesteund en die hebben ervoor gezorgd dat ik heel veel gave producten in mijn verkoop en veiling mag stoppen. Ik neem jullie vandaag mee naar alle producten die ik gekregen heb, dus kom gerust mee. Hier heb ik een aantal prachtige kralen staan van de tiende kraal, gemaakt door Greet. Deze kralen zijn allemaal handgemaakt en sommige die bevatten bijvoorbeeld goudstofjes. En ik heb ze in allerlei vormen en maten. Sommige zijn hol geblazen en andere zijn gemaakt op een stokje. Ja, maar dat maakt niet uit. Nee, als ik vind het super dat jullie dat doen. Dat is echt fantastisch. Ja, maar ik wil al een beetje wijken. Zoveel terug thuis. Ja, oké. Okay. Ja? Ja, ik ben er niet zo handig in hoor. Oh, dat is niet hè. Zo. Oh, super, dankjewel. Ik heb hier een schilderij staan van Dennis Sierhuis. Dit schilderij is gemaakt met paletmes en gemaakt van acrylverf. Dit schilderij heeft een marktwaarde van minimaal 350 euro. En speciaal voor Stichting H-Wensen heeft Dennis dit schilderij beschikbaar gesteld. Ik heb hier ook een prachtige theepot van Blond Amsterdam.